we wilden met z'n drieën iets doen. Hè? Ja, het initiatief om Heisenberg te doen kwam eigenlijk vooral omdat we begonnen dat we met z'n drieën iets wilden doen. Wacht je op iemand? Nee. Wacht je op een trein? Nee. Die zit hier gewoon. Het is ook heel bijzonder dat je met twee van zulke acteurs mag werken. Voor mij gaat het over een vrouw die ontworteld is en een man die zijn wortels heel diep in de grond heeft. Dus echt het tegendeel daarvan. Hij heeft de wetenschap totaal opgeschud omdat hij ontdekte dat de waarheid niet bestaat. En dat het altijd gaat van welke hoek je naar iets kijkt. Ja, maar love, fashion. Dat is met deze mensen ook zo. Het gaat over perspectieven op het leven. Het goede aan dat stuk is, vind ik, dat het echt iets te vertellen heeft. Dat hij niet alleen maar een verhouding laat zien tussen twee mensen, maar dat hij ook een wereldbeeld erin schetst. Ah! Wat doe jij hier? Nee! En je kan natuurlijk geen wetenschap spelen, maar de wetenschap is wel een leidmotief onder de teksten die we doen. Ja, dat vind ik een goeie. Als het alleen maar een verhouding was tussen twee mensen, zou ik het minder interessant vinden. Dan zou ik het ook, geloof ik, nu in deze tijd niet doen. En de zorg die Simon Stevens heeft over de wereld die kapot gaat. Dus dan heb ik het in dit geval over milieu. Vind ik heel mooi erin gebracht op een hele natuurlijke manier. Ik wilde heel graag een keer met Hans, omdat ik hem zo ontzettend mooi vind spelen. En het overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ook qua man. Ik ben altijd vreselijk nieuwsgierig hoe anderen werken. En dat het mij op mijn 123ste nog gegeven is om met Simons te werken, dat vind ik top!